De 4 minuten zijn al om. Wat zegt u? Wat zegt mevrouw de voorzitter? Wat gaat u verder, meneer Hiddema? Nee, ik wil weten wat u zegt. Dat die 5 minuten eigenlijk al om zijn. Nee, dat gaat... Maar ik gaat u verder. Een mank pardon. Mevrouw de voorzitter, ik zal me haasten. Nee hoor. Ja, de heer Hiddema namens Forum voor Democratie. Niet te dichtbij. Oké, net. Hij raadt zo de steun. Dat telt dubbel dan. Goed. Hoe gaat het met u, meneer Baudet? Ja, het gaat goed, alleen ik mis Theo heel erg. Ja. Maar ja, dat missen we allemaal. Dus, ja. Denk ik. Hè? Nee, dat... Nee, dat gaat... Ik heb hier slechts ambtsgenoten, maar dat scheelt terzijde. Goed, nou. Ja, nou, ik heb natuurlijk ook een kameraad tegenwoordig in de fractie. De AIVD had een prachtige verdenking geformuleerd. Die loopt dan mee naar mevrouw Halsema. En wat doet dat stomme mens, mag ik het zo zeggen? Die gooit het in de krant en die gaat in gesprek met die lui. Die zijn meteen klaar wakker. Die denken, oei, 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 linkersoep. Nu moeten we onze taxis aanpassen. En mevrouw Halsema is burgemeester van Amsterdam. Nee, ook die kan dom zijn. Nee, maar... Nou, in dit geval is het niet slim, niet snugger. Maar ze bedoelt het goed hoor, want ze wil in gesprek met de salafisten. Maar eerst heeft ze gezegd, vraag aan de minister, was hij dat ook van zins, zei ze die school moet dicht. En dat zegt ze op een moment dat het juridisch nog net niet kon. Een loodzware verdenking. Wat had je toen moeten doen? 126L uit de kast halen. Je weet nu nog niet wat er binnen de muren van die school gebeurt. Dat is de makker. Je wordt met praatjes buiten de muren gezogen. Maar je moet weten wat er binnen gebeurt. En dat kan. 126L, dat... faciliteert de opname van vertrouwelijke conversatie. Niks nieuws aan de hand. Ja, geen hoofdelijke stemming, hè, meneer Baudet? Even van dit moment gebruik om terug te komen op 32.140 nummer 56. Even, bij welke agenda? Zijn wij, bij welk agenda? Punt? Dat zal haast wel agenda punt 13 geweest moeten zijn. En van mijn informanten binnen de Griffie krijg ik door dat wij geregistreerd zijn als tegenstemmers. Terwijl wij toch nadrukkelijk... Ja, het is de portefeuille van meneer Hiddema, maar dat wij... Het gaat altijd mis, hè, als de heer Hiddema zich daarmee bemoeit. Begint dat op te vallen, ja? Ja. Nou, voorzitter, ik maak liever zo'n fantastische regeling mee als deze vandaag. Dit was weer een hoogtepunt van de dag, zou ik willen zeggen. Gaat u op gang. Voorzitter, vanochtend hebben we allemaal kunnen lezen dat een parlementariër hier uit ons midden van Forum voor Democratie in een interview zei dat andere volkeren een lager IQ hebben dan anderen. Voorzitter, ik vind deze uitspraken verwerpelijk. Ik vind ze on-Nederlands en wat mij betreft hebben ze alle kenmerken van racisme. En laat ik heel helder zijn. Als dit soort dingen worden gezegd, zeker door een collega hier in het parlement, dan vind ik dat die woorden met kracht bestreden moeten worden. Hier, op deze plaats, in de plenaire zaal. En daarom wil ik graag een debat in de aanwezigheid van de minister-president. Punt voor het debat. Het gaat ervan uit dat een debat ertoe kan leiden dat er groot onderling begrip ontstaat in deze Kamer. En ik wil de heer Klaver zijn moment van morele zelfverheffing ook niet ontnemen. Steun het debat. De heer Klaver, geen meerderheid. De heer Baudet namens Forum voor Democratie. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dit is het eerste moment dat wij met de nieuwe staatssecretaris van Migratiezaken onder meer spreken. En het bevalt mij eerlijk gezegd helemaal niet. Ik hoor een weifelende toon. Ik hoor tijd. Ze heeft de hele zomer nodig. Wil na de zomer terugkomen. Misschien met een rapport enzovoorts. Dit is... Zo ongeveer het grootste schandaal van de afgelopen jaren. 10.000 mensen die gewoon weg hadden moeten gaan, die gaan niet weg. Ik zie ook de heer Hiddema namens Forum voor Democratie. De heer Hiddema. Ik ben het meestal eens met mijn politiek leider, dan heb je het gevaar van overlap. Maar ik kom ook eventjes mevrouw Welkom heten, blij dat we weer een staatssecretaris hebben. We hebben tenminste iemand om aan te spreken. Maar mevrouw Bekker stond daar net en die heeft u gevraagd naar de ontwikkelingen binnen het ministerie richting veilige landen. Zij heeft gevraagd wat tot nu toe aan mogelijke sancties met die landen is besproken. Voorzitter, maanden geleden heb ik in een debat de staatssecretaris horen zeggen dat de houding van Marokko als thuisland haar totaal niet zinde. Het liep de spuigaten uit. Het werd tijd dat Marokko zich wat plooibaarder opstelde. En ze moesten die lastpakken maar eens terugnemen. En er was mevrouw de staatssecretaris alles aan het gelegen om er zelf voor te zorgen dat er iets aan gedaan zou worden. Zij zei toen, ik ga binnenkort zelf naar Marokko. Hoe is dat bezoek afgelopen? De staatssecretaris. Dat bezoek heeft niet plaatsgevonden, want ik kan als toerist naar Marokko. Maar het probleem is, ik krijg de belangrijke minister die ik nodig heb, die krijg ik niet te spreken. En dat is even lastig. En daar wordt nu aan gewerkt, ook door deze Kamerleden. Die hebben hun best gedaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik heb inmiddels wel met Algerije een gesprek en ook met Tunesië en ook met Irak. Dus wat dat betreft zijn we een heel eind verder gekomen. Heer Hiddema. We zijn een heel eind verder gekomen. Niet met Marokko heb ik begrepen inmiddels. Nee, laat alle hoop maar varen. U zich daar weg laat sturen. U komt als bewindsvrouw met een missie. Landt u in Marokko. En u krijgt niemand te spreken. Nou, daar kan maar één reden voor zijn dat ze u bewust ontlopen. Ze zullen toch heus wel weten dat u het land binnen bent gekomen. Nou, dat belooft wat. Dank. Voorzitter, ik denk dat het een goed onderwerp is om met de minister van Buitenlandse Zaken te bespreken. Ik dank u dat u mij het woord vergunt. Ik dank die kiezerswil die van mij nu het woord verlangt. Voorzitter, ik dank uw ondersteunend personeel met wat hoffelijkheid, geduld en volharding mij probeert de weg te wijzen in dit huis. Ik ben dankbaar gestemd jegens de taal waarin ik mij heb leren uiten. Met name die ene versregel komt mij heel goed van pas. Fries bloertje hop, walnozes, broes en sieren. Dat betekent een heel druistig begin van het Friese volkslied. En die kan ik nu ter stimulering aanwenden, want ik moet de vaart erin houden. Ik heb begrepen, u heeft een klokje en dat schuift. Er is mij voor gewaarschuwd. Gelukkig kan ik hem niet zien. Voor iedereen die nog niet zeker weet of hij wel of niet moet gaan klagen. Doch die plicht en litten, je rabje. Dat is ook Fries, voorzitter. Wat zoveel wil zeggen als, doe wat je moet doen en laat de mensen maar kletsen. Dank u wel. Dank u wel. U bent ver over uw spreektijd heen, maar goed, het is uw medespeech, het is u vergeven. Daar is ook een klokje, maar dat geeft niet. Dit artikel bevestigt zo het beeld dat zwart bescherming geniet, steun nodig heeft, omzichtig bejegend moet worden en de kwetsbare mensensoort cipeert. Het discours is gekmakend, lijkt mij, voor de trotse zwarte man of vrouw die dit moet aanzien. En die de types moet aanzien die zich opwerpen als zijn of haar beschermer. Dat hij steun nodig heeft. Dat hij de gang naar de rechter nodig heeft. Dat hij aangifte moet doen. En dat hij niks moet pikken als er bepaalde kwalificaties tegen hem worden geuit. De echte trotse vierenneger, mag ik hem zo noemen, die zou toch in opstand komen als hij wel voldaan voor de spiegel staat, zin heeft in een nieuwe dag, de radio aanzet en weer van die types hem hoort beschermen. Daar zit hij niet op te wachten. En dit artikel staat een goede emancipatie van de trotse, sterke neger, noem hem dan maar zo, die het beu is, al die hulpverlening om hem heen, in de weg. Daar... De heer Groothuizen. Ik maak bezwaar tegen dit soort woorden. Ik vind echt dat de heer Hiddema zich vergalopeert als hij op deze manier over mensen spreekt. Ik verzoek u dat om te beletten. Ik spreek over een hele trotse meneer die een kwalificatie geeft waar totaal niks diskwalificerend mee gemoeid kan zijn. Wat is dat voor onzin? Totaal niet. Nou, dat is het nou weer. Alsof door uw optreden zich iemand beschermd moet weten tegen mijn diskwalificerende opmerking. Zo iemand moet er helemaal niet zijn. Want zo iemand heeft ogen in zijn hoofd en die kan van mij heus wel begrijpen dat ik hem niks minder waardig oordeel dan u of mezelf of wie dan ook. Dat hele debat wat op basis van dit artikel heeft gevoerd maakt de maatschappij ziek. U bent lang over uw spreektijd heen. Oh, ik heb nog een vraag aan de minister, mag dat? Nou, er is een vraag aan u. In uw, als het dat gaat mijn spreektijd verlengen. Dat is wat u begrijpt nu hoe het werkt. De heer Uster. Mevrouw de voorzitter, we zien Forum voor Democratie zo weinig. Laat hem die vraag stellen. Hij komt bij heel af en toe hier. Laat hem die vraag stellen. Van harte gegund. Vindt u dat een passende opmerking? Mag ik er dan ook één maken? Even een persoonlijk feit. kan het zijn dat de griffier akte verleent van de omstandigheid dat ik hier sta en dat het voor de fractie van D66 kenbaar is dat ik hier sta, want ze kunnen heel slecht tellen daar. Maar de heer Östdijk, die is ook de tel een beetje kwijtgeraakt, maar ik zie hem hier altijd. Dat moet ik hem nageven. Wat is er? Oh, dat moet dus, u zeggen. Nee, u mag uw vraag stellen aan de minister. U had wat vragen. Voorzitter, een politiek debat over een menselijk drama. Dan weet je wat je te wachten staat. Dan wordt er een discours gevoerd over geldzakjes en systeemwijzigingen. Wat zich hier wreekt heeft met geld niks te maken. Het systeem doet er ook niet toe. Het is het menselijk tekort wat hier opspeelt. Noem het maar gemakzucht. Op het moment, 29 september 2017, dat Anne Faber in de klauwen belandt van haar beul, is over dit heerschap al gerapporteerd dat het een aard heeft. Wat we nu weten, zinloos zorgjargon. In bak is over hem uitgestort. Het systeem werkt op volle toeren. Het rapporteerwezen komt in actie. En gedwongen elkaar seksueel te bevredigen. Meneer Hiddema, ja. Ik moet heel even u onderbreken, want de heer Van Wijngaarden heeft een opmerking, denk ik. De heer Van Wijngaarden. Dank u, voorzitter. Ik heb inderdaad een opmerking. Ik wil de heer Hiddema erop wijzen dat we hier niet in de rechtszaal staan, maar in het parlement. Dank u. Dat er nabestaanden aanwezig zijn. En ik denk dat het gepast is om daar rekening mee te houden in de wijze waarop we ons uitdrukken. Goed zo. Maar deze uitleg is, van mijn kant op de echte casus is zeer functioneel. Dan wil ik de heer Van Wijngaarden. Dat komt nog. Ja, dat mag de heer vinden, maar ik wil hem vragen om ook hier fatsoen te betrachten richting de nabestaanden. Juist, als alles mis is gelopen, dan heb je het niet over de zaak zelf, maar de toon van het debat. Bent u bij mij aan het verkeerde adres? Zolang de voorzitter niet ingrijpt, praat ik rustig op. Ik ga zo iets zeggen. Mevrouw Van Kooten-Aarissen. Ja, voorzitter, ik wil mij van harte aansluiten bij de vorige spreker. Want ik vind dit echt niet kunnen. Het is al pijnlijk en verdriet genoeg voor de nabestaanden zonder al die gruwelijke details te noemen. En ik wil Forum voor Democratie, meneer Hiddema, vragen om dit debat wel met stijl te voeren. En niet al deze gruwelijke details te rakelen. De rechtbank is het letterlijk met u eens. Want op ECLI kunt u dat hele vonnis vinden met alle overwegen die ik nu zeg. En dan overweegt de recht, want het is gruwelijk, mensonterend en bruut. Meneer Hiddema, ik wil heel even, want ik denk dat het klopt wat u zegt. Ik heb het ook even gecheckt dat dat ook op internet enzovoort toegankelijk is. Maar ik denk ook uit respect voor slachtoffers, voor de ouders. Ik weet niet of iedereen het op prijs stelt om met al die gruwelijke details te worden geconfronteerd. En daarom denk ik dat het goed zou zijn om die details even niet te noemen. En dat u gewoon uw betoog verder houdt. Nou, het beest in de man, dat heeft die ouders behoorlijk parten gespeeld. En wat ik u nu probeer te duiden, iedereen, is dat niemand dat beest in de ogen heeft gekeken. En dat is gebeurd vanuit gemakzucht. En ze hadden met het grootste gemak kunnen zien wat we vlees in de kuip hadden, als ze dat vonnis integraal hadden gelezen en niet een extractvonnisje. Ze wisten er helemaal niks van. Als meneer arriveert in Den Dolder, dan is er één wakkere ziel. Hé, die man die heeft wel heel zwaar gestraft, wat zou die gedaan hebben? Die belt dan en een e-mailtje naar Vught en dan krijgt hij te horen model. Patiënt, trek ik er maar niks van aan. Zo is het gegaan. Helder gemaakt, dus volgens mij. Tweede vraag. Die moet ook heel kort zijn, meneer Hiddema. U moet wel op die voetpedaal drukken, anders. Zo driftig worden met dit onderwerp. In hoeverre die cijfers boven water kunnen komen. Laat ik dit zeggen. Ja? Ik kan nalaten vragen of dat boven water zou kunnen komen. Ik geef niet het antwoord dat dat kan gebeuren. Maar ik ben wel bereid om te vragen of dat zou kunnen met een normale inspanning. Hè? Niet dat we ongeveer, ik weet niet hoe lang bezig zijn om met handmatig al die zaken eruit te halen. En als u die informatie boven water heeft, die gaat u ook met de Kamer delen. Dan deel ik die vanzelfsprekend, want die hou ik niet voor mezelf. Die komt wel, want dank u wel. Keihard. Meneer Hiddema. Nou. En wij zijn benaderd door een bedrijf in Schiedam. Dat is u wellicht bekend, want vanochtend staat dit artikel in het Algemeen Dagblad. Daar staat een wanhopige directeur met wel een mondkap op zijn gezicht te vertellen dat hij ze niet kan slijten. En nou kreeg ik net een app van hem dat hij een voordeelaanbieding heeft Eergisteren 2,5 miljoen. Allemaal goedgekeurd door LCH zelf. U moet, als ik het vragen mag, maar reageren op deze casus. Dan word ik wellicht ook uit de droom geholpen. Dus niet apart, maar elk kapje driedubbel goedgekeurd voor een prijs van 62 cent. Gemaild aan Gerven Meijer. Dat is een chefinkoper, heb ik begrepen. Meneer Hiddema, mag ik vragen om uw vraag iets te algemeniseren? Want u gaat ook een aantal namen noemen van mensen die hier niet aan tafel zitten en die niet zouden kunnen reageren. Ik denk dat uw punt duidelijk is en ik vraag... Nou, ik ben nog niet klaar. Want, dan wil ik vragen uw vraag af te ronden en concreet tot de vraag te komen. Of meneer Van der Kolk bekend is met deze casus. Of die alle ins en outs van deze voordeelaanbieding 62 cent is niet te beroerd. Ik heropen de vergadering. En voordat we gaan stemmen wil ik graag een mededeling met u delen. Vandaag heb ik een brief gekregen van de heer Theo Hiddema. En ik ga, de brief voorlezen. Geachte mevrouw Arib. Lieve Khadija, bij deze wil ik je berichten dat ik mijzelf politiek arbeidsongeschikt heb verklaard. Dit vanwege recent opspelende persoonlijke omstandigheden, verband houdende met zaken als goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde. Ik treed per heden terug als lid van het parlement en zal helaas niet aan jouw herverkiezing kunnen bijdragen. Jammer genoeg zal ik ook het bedrog van het holle gedruis in de justitiebegroting komende woensdag onbesproken moeten laten. Dank voor al je goede raad en doe mijn dankbare groeten aan het ondersteunend personeel. Hoogachtend en liefst, Theo Hiddema. Goed. Ik denk dat jullie, net als ik, een beetje overvallen zijn door dit nieuws. Dat kan ik me heel goed voorstellen. De heer Hiddema heeft per direct zijn Kamerlidmaatschap beëindigd. En toch wil ik een paar woorden wil ik me tot hem richten, want ik weet dat hij kijkt. Geachte heer Hiddema, beste Theo. Ik kan me herinneren dat u het Kamerwerk een Magical Mystery Tour noemde toen u in 2017 in de Kamer kwam. De politiek was niet uw wereld. Het Kamerlidmaatschap was een groot avontuur. Ik weet niet of u er in de afgelopen jaren helemaal bent ingegroeid, maar andersom zijn wij zeker gewend geraakt aan uw flamboyante verschijning en aan uw onorthodoxe invalshoeken in debatten. U bracht niet alleen veel levenservaring met u mee, maar als strafrechtsadvocaat zorgde u er ook voor dat uw bijdragen in debatten altijd verfrissend, nooit gemiddeld waren. U heeft een geheel eigen kijk op dingen. Voor mij als Kamervoorzitter was dat niet altijd makkelijk, want hoe breek je een advocaat af midden in een betoog? Dat zagen we ook in het debat over de moord op Anne Faber. U stond daar niet als Kamerlid, maar als pleitbezorger. Uw inbreng leidde tot felle discussies in de Kamer en daarbuiten. U hebt daar nooit voor teruggedeinsd. Volgens mij heeft u het woord autonomie uitgevonden. Ook fysiek was u een opvallende verschijning. U compenseerde het gebrek aan sokken bij de heer Klaver of het ontbrekende jasje bij de heer Quint, ruimschoots. Uw vertrek uit de Kamer is een principiële keuze, maar ik maak op uit uw brief. Dat maak ik op uit uw brief, maar het moet u niet gemakkelijk zijn gevallen. Samen met uw werkzaamheden als advocaat en natuurlijk uw kat Bram was de partij in de afgelopen jaren een belangrijk onderdeel van uw leven. Zeker na de dood van uw vrouw Gerrie. En dat geldt ook voor de Tweede Kamer. De praatjes met journalisten, de kopjes bouillon in het ledenrestaurant. Ik heb u nooit iets anders zien drinken of eten, denk ik. En volgens mij genoot u ook van alles naast het inhoudelijke werk. En of het nu uw wereld is geworden of niet, duidelijk is dat u van begin af aan grote waardering heeft gehad voor het parlement, waar u als advocaat altijd vol bravoer de rechtszaal binnenkwam, was u nerveus voor uw maiden-speech. En dat stond ook letterlijk in uw boek. Vroeger vind ik de rechtszaal in, maar hier was ik mij van de waardigheid van mijn verschijning opeens kwetsbaar bewust. En vooral in het begin, toen u net Kamerlid was, gaf u even een knikje als u langs het rostrum naar het spreekgestoelte liep. Waarom doet u dat, vroeg ik een keer. Waarop u zei dat het hoort om respect te tonen voor een gezaghebbend instituut als de Tweede Kamer. We gaan uw markante verschijning en uw authentieke invalshoeken ontzettend missen. Het gaat u goed. Dank u wel. Forum voor Democratie heeft in het hele debat over de aanpak van de coronacrisis eerst gezegd: we moeten enorm in de lockdown. Hè. Het is dramatisch wat er gebeurt. Toen, nu, en dat is nog steeds de toon die ook vandaag tentoon wordt gespreid. Het valt wel mee. Het valt wel mee met het virus. En rustig aan met die maatregelen. En de maatstaf is dan het aantal doden. Dus dat, als ik de heer Hiddema goed heb gehoord, is dat het criterium dat is het. Op basis waarvan gemeten wordt hoe ernstig het is. Als nu blijkt dat de longschade, hartschade, hersenschade veel ernstiger is dan we eerst dachten, ook bij een milde infectie. Dus mensen gaan sterven er niet aan, maar hebben blijvende schade. Levert dat nog nieuw inzicht op bij de Forum voor Democratie fractie? Nou, het Forum voor Democratie heeft niet de medische waarheid in pacht. Ik wil het alleen maar hebben over gezaghebbende medici en daarop wil ik een forumstandpunt formuleren. Daar ben ik nu mee bezig. Ik zat gisteren bij de briefing van meneer Van Dissel. Spijtig genoeg had ik toen nog niet de medische rapportages waar ik het nog over zal hebben, maar die mijn betoog schragen met dezelfde cijfers die ik tot nu toe heb genoemd. En om dan nu te zeggen van nou, denkt Forum op een manier dat bijkomende schade-effecten waar dit virus een rol in speelt, maar op de koop worden toegenomen. Nee, en die artsen die ik erover heb, die 1400, die zullen dat stuk voor stuk ook hebben meegenomen bij hun oordeel. Maar ik ben nog niet zo ver dat ik het oordeel van deze artsen aan uw Kamer heb voorgehouden. Dat ga ik doen. Ja. Maar wij steken niet het hoofd in het zand. Wij gaan niet kijken naar wat kwakzalvers of toevallige passanten zonder enige medische opleiding of zonder enig inzicht in microbiologie of statistiek of wat dan ook, wel via de beeldbuis menen zich te kunnen permitteren als oordeel over dit virus. Daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. De heer Segers. En het Forum ook niet, kan ik u melden. Ja, de heer Segers. Maar nog een keer, u zegt het aantal doden valt mee en voor zover het een probleem is, ik zeg niet dat het meevalt, ik zeg hoeveel er zijn. Mevrouw de voorzitter, als ik even mijn vraag mag stellen. Voor zover het een probleem is, moet het worden opgelost doordat het ouderen zich moeten distancieren van jongeren en ouderen moeten dan zich weer op afstand blijven van de rest van de samenleving. Mijn vraag is, er is steeds meer onderzoek en steeds meer duidelijkheid dat het effect, het lange termijn effect van het virus, ook bij mensen die het overleven, dat dat blijvend schade is aan longen, hart, hersenen. Is dat een gegeven waarvan Forum zegt, oké, dan moeten we nog eens nadenken over die maatregelen, dan is misschien de ernst wel zodanig dat we die maatregelen moeten nemen? Of zegt Forum nog steeds, het valt wel mee, rustig aan, niet zo gek, we gaan gewoon door met ons leven? Nou, nee, Forum handelt naar de bevind van zaken. En Forum die taxeert de immense nadelen. En ook in psychologisch opzicht. En die liegen er niet om. Er wordt ook weer door dit debat, denk ik, en door eindeloze tv-uitzendingen met pseudodeskundigen of echte deskundigen, wordt een soort smetvirus onder het hele land uitgespreid. Daar waarschuwen deze artsen ook voor. Ons immuunsysteem dreigt te worden ondergraven door hele zenuwachtige mensen die niks anders doen dan hun lichaam zitten op te poetsen. Daar wordt ernstig voor gewaarschuwd. Dus in die zin heb ik voor hem een hele ruime kijk op de dingen. Maar dat zal nog blijken.